Oh, diamonds. Wacht, laat ik dit even weer terug. Fortune, dat is deze. Ik kan ook nog andere dingen doen vanavond. Zoals we weer gaan voetballen zoals gisteren. En voor de mensen die afvragen hoe ging het voetballen. Ja, de eerste 10 minuten gingen wel goed. We stonden net gelijk ofzo, of ik stond net achter, ik weet niet meer. Maar ja, toen begon het opeens te regenen en regen. Ja. We stonden eerst nog even onder een boom te schuilen. Oeh, diamonds. Een fortune. We waren nog heel erg dicht bij die andere mijn. En die gaan nog een flink stuk door. Ik denk dat ik voor altijd genoeg diamonds heb op deze server. Even zien hoeveel diamonds we nu hebben. Er zijn er echt heel veel. Zoals hier zo. Ook bijna hier een hele rij vol met allemaal stacks. De iron shop deed nog best goed de afgelopen tijd. Alleen nog steeds niet bijgevuld. Hoe is het eigenlijk met SpaceX? Maar ja, zie hier ook nog een nieuwe shop. Ja, oeps, plaats ik per ongeluk een fakkel. Die ook nog bijgevuld worden. Ga ik even naar de, hoe heet dit district? De zwarte markt, de district. Ik zit op de zwarte markt. Hier nog wat bonmeal dat je kan kopen. Reenchantment boeken. Dit is dan mending. Tweede jas. Looting. Oh. Skeleton. Gelukkig is het met skeleton. Als het een creeper was, was het veel irritanter geweest. Want anders was dit helemaal opgeblazen en had ik geen zin om dit nog dan neer te stellen. Oh. Wauw. 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 Ik dacht eerder dat hier een echt schaap was. Maar het is gewoon een zijn hoofd van een schaap. Heb ik iets groot gemaakt. Kijk, hier was ik dus bezig met mijn bult. Ik had hier ook nog een... ja, hier moet ik nog wat dirt gaan opvullen. Hier heb ik nog zo'n mooi uitzicht op die villagers daar. We gaan eens op verkenning gaan hier zo. Dus hier hebben we de swamp. Hier hebben we van die oakbomen. Dan kan ik hier elk moment een jungle vinden. Ja, hier is de basis van Sander van Gaming SB. Dat is de eerste keer dat ik hier kom. Ik ben hier nog niet eerder geweest bij zijn basis. Jungleboom hakken voor saplings. Ik ga wat iets verder van zijn basis hakken, zodat hij geen last heeft. Hoe je nog een cacao bonen.
Ik denk dat we nu wel genoeg bomen hebben voordat er wel veel saplings zullen droppen. En hier nog wat. Met 4 saplings kan je weer zo'n gigantische boom maken. Doe ik even op 5. En dan zo gaan we weer verder vliegen. Door bij een building te landen. Het zou wel mooi zijn als we er weer net op landen. Ja, daar is de village. Nog 1 rocket gebruiken zeker. En dan landen we hier mooi op. Zoef. En bedankt voor het kijken iedereen. Doei doei.